Hallo mede Gamergeeks, wel leuk dat je kijkt of luistert naar de 52e aflevering van de Gamergeeks podcast, de wekelijkse talkshow van www.gamergeeks.nl, waarin wij de oren van je kop aflullen als het gaat om videogames. Ik ben Jim Voorwald, datum van opname is 29 september 2018 en tegenover mij zit de dude die alles kan, Jeroen. Come on, yeah. I'm back, baby. Dit is een podcast waarin wij jou gaan bijpraten over alles wat er gebeurt in en rondom de gamingindustrie. Dit is een podcast die je natuurlijk kan luisteren via jouw favoriete podcast service. Denk hierbij aan Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, waar je ook maar een RSS-feedje kan invullen en zeggen, hey, ik wil een podcast luisteren. Daar zijn wij te vinden, inclusief, jawel, Spotify. En een videoversie is ook te zien op youtube.com/gaminggeeksnl. Dus abonneer ook op dat YouTube-kanaal waar wij ook al onze andere videocontent zetten. Alles op één plek, dat kan natuurlijk via www.gamergeeks.nl. En ook streamen wij dit zoals bijna elke week live via Twitch en dat eerder genoemde YouTube-kanaal. Zo, hoe gaat het met je, Jeroen? Want het is een tijdje geleden sinds dat wij de show hebben gedaan. Een beetje verkouden. Oh god, daar gaan we. Ja, het was gisteren een beetje grieperig eerder, maar het gaat de goede kant op. Het is nu al iets beter. Ja, en heb je nog iets gespeeld? Iets waarvan we zeggen, oké, daar moeten we het nog even over hebben. Sowieso Heroes of the Storm. Oh, ja. Dat is de game to go, hè. Maar over hebben, eigenlijk wel. Want die game, die zijn ze continu de maps aan het aanpassen. En dat is niet altijd voor het goede. Nee, hè? Dat ik echt geïrriteerd raak. Dan denk ik van, weet je, ik begrijp als een map imbalanced is, dat je die balance wil maken. Maar in dit geval heb ik zo van, jongens, dit is nog erger dan dat het was. Voor degene die echt niet weten waar wij het over hebben, Heroes of the Storm is een MOBA. Je weet wel, League of Legends, Dota 2. Zo'n type game. Maar dan van Blizzard, de makers van Warcraft, van Diablo, van Starcraft. Nou, het is eigenlijk een beetje de Super Smash Brothers voor dat bedrijf. Overwatch-characters vechten tegen Starcraft-characters, vechten tegen The Last Vikings. Kent u die nog? En dan in zo'n League of Legends-achtige setting. Wij zijn al, denk ik, inmiddels 4 jaar dol op dat spel. Al sinds closed beta spelen wij die shit die hard. En ik blijf me af en toe gewoon nog verbazen hoe wij alsnog dagelijks zitten. Nou, ik doe nog wel. En dan niet één potje. Nee, gewoon fucking 4 of 5 potjes achter elkaar. Minimaal. Nee, maar wat is dan? Hebben ze zo'n map en dat is dan, dat heet de Garden Terror. En dan moest je zaadjes verzamelen. Klinkt heel fout trouwens. Maar dan, als je er genoeg had, kreeg je 1 groot monster. 1 van jouw teamgenoten kon dat monster gebruiken. Als je inderdaad genoeg dan zaad ergens in stopt, dan krijg je een groot monster, ja. Nou, even vindt die klein, hè? Oh ja. Maar dan kreeg je de beesten, daar kon je mee de enemy gaan aanvallen. Van zo gecreëerd dat je makkelijker de torens en door gebouwen heen kon, die was daar gespecialiseerd in. En dat kon soms wel eens resulteren in dat je in 1 keer van gewoon door de hele map heen kon, dat je al won. Mm-hmm. Maar het gebeurde niet altijd. En nu hebben ze dan, moet je een soort van punten bezet houden en dan moet je 1 ding overnemen. Dat je 3 hebt, dan komen er 3 AI-besturen van dat soort monsters. En die gaan gewoon per lane gaan ze lopen vechten. Nou, het is zo saai. Die andere was nog uitdagend. Het is zo saai. Je moet echt tactisch nadenken. En nu heb je gewoon 1 punt waar gelijk het hele gevecht plaatsvindt. En daarna komen er dan 3 monsters die hetzelfde boel doen. Dat vind ik jammer. Het blijft toch een beetje moeilijk om in zo'n game en in zo'n genre nieuwe modi en maps en levels en objectives te bedenken. Kennelijk. Ja, blijkbaar. Nou ja, weet je, maps deden ze op zich best goed. Elke map had wat anders. En of je het dan leuk vond of niet, ja, dat is aan jou. Maar nu gaan ze een map die op zich best, ik vond hem best leuk, die wordt opeens helemaal veranderd. Hij lijkt meer op een van de andere maps nu dan dat die eerst was. Ik heb dat altijd als ze iets gaan rebalancen. Dan ben ik net aan iets gewend. Ja. En nu is het weer van, fuck, weet je al. Waarom verander je nou mijn shit, weet je al. En ik weet, het is allemaal ten goede van de balans. En soms dan, soms heel vaak, dan ben ik het ook aan het spelen. En denk ik, oké, dat is eigenlijk wel een legitieme verandering. Maar ik hou niet van verandering. Dus ja, maar in dit geval was het niet legitiem. Ook. Dat hele Fortnite, dat is ook echt niet voor mij bestemd. Want dan ben ik eindelijk gewend aan een plek. En dan verandert alles weer en dan komen er weer nieuwe wapens. Blablabla. Maar we gaan het nog wel verder hebben over Fortnite. Voor mij is het ook een beetje business as usual. Heroes of the Storm heel veel gespeeld deze week. Shadow of the Tomb Raider uitgespeeld. Dus die recensie gaat echt wel komen. En een beetje hier en daar wat kleine indies uitproberen. En een beetje stilte voor de storm. Want ook de releaselijst van de week, van deze aankomende week moet ik zeggen, waar we natuurlijk later ook nog aandacht aan gaan besteden, dat wordt wel heel erg te gek. Het wordt,
Het najaar is begonnen. Dat wisten we eigenlijk al met Spider-Man en Tomb Raider. Maar aankomende week komen er ook weer een paar games uit dat je zegt... Oh ja. Ja. €60 alsjeblieft. Of meer, want ik ben een collector's edition hoer. Alsjeblieft, nog meer geld. €250, hoppa. Hoppakee. Ja, dan heb je het wel echt over de Fallout collector's editions. Waar we overigens ook nieuws over hebben, over Fallout zometeen. Is er nog wat anders wat jij aan je hoofd hebt wat betreft videogames of iets wat daarom mee te maken heeft? Ik ben boos, Jim. Nee, boos. Ik ben no money, inderdaad. Yeah. Ik ben geïrriteerd. Ik ben gewoon zwaar geïrriteerd. Ik heb nu, denk ik, 3-4 jaar een GTX 980 van Nvidia. Dat is een grafische kaart voor de mensen die dat niet weten, in mijn computer zitten. En ik dacht op een moment, ik wil meer power, maar om nou gelijk de volgende generatie te nemen, ik wacht even de nieuwe generatie af. Unlimited de nieuwe generatie power. Heeft dus 4 jaar geduurd voordat die kwam. En die is er nu, de RTX-lijn, de 2080 en de 2080 Ti en de 2070. En ik denk, nou hè, die presentatie leuk. Die hele presentatie hadden ze het alleen maar over RTX. Nou, wat houdt RTX in? Dat is een nieuwe manier van hoe licht in een game gemaakt wordt. Nog vroeger was het, dan deden ze bronnen plaatsen en dan leek het allemaal heel mooi. Maar het is eigenlijk nep. Het is niet echt hoe licht werkt. En nu hebben ze dus een techniek zo weten te ontwikkelen voor een grafische kaart. Dat dus daadwerkelijk lichtstralen berekend worden vanuit het oogpunt van de mens. Laten we zeggen, vanuit de speler. En dat ziet er heel goed uit. Je hebt echte reflecties in glas, in lak, in wapens, in schaduwen zien er echt uit. Allemaal mooi, maar het is wel een gimmick. Een gimmick waarvoor op dit moment nog geen enkele game daadwerkelijk ermee werkt. Hè? Er zijn wel games aangekondigd, zoals jouw game die je uitgespeeld hebt, die moet het gaan ondersteunen. En zo zijn er nog wel meer die daar nu mee bezig zijn. Battlefield 5 bijvoorbeeld. En het ziet er allemaal prachtig uit. Maar ze laten er nog niks over zien, want de games zijn er nog niet. Die zijn allemaal nog in alpha, die techniek. En dan krijg je in zo'n presentatie te horen, $999 wordt de aanschafwaarde, de balans, laten we zeggen, dat is een beetje de gemiddelde prijs. En ik weet al van, nee, in Nederland gooi er maar €600 bovenop. En ja hoor, de duurste kaart, €1500. En dat zal wel nu alweer fluctueren, maar hè, it's a lot of money, man. Ik heb niet dat geld voor een gimmick over. Zeker niet als je dan gaat kijken naar de vorige generatie, want jij hebt een 1080 Ti erin zitten, toch? Ik heb een normale ass 1080 gewoon. Oh, een 1080. Nou, ja. 1080 is een modelletje erna. Dan verwacht je als er na zo lange tijd een nieuwe generatie komt, dat die ook op de normale manier van graphics renderen, dus hoe de games nu zijn, dus niet dat hele fancy RTX gebeuren, dat die daarin ook flink omhoog gaat. En dat verschil is echt maar 30% of zo. Ik vind dat in 3 jaar tijd. Want hoe duur kost nou een kaart die je nu op oog hebt, waarvan je dacht, oké, die wil ik misschien wel gaan halen? Die 2080 Ti, dus de duurste, laat maar zeggen. Oh, ja. Pak ik nu gewoon even een random website erbij. Die zou ik gewoon dan willen hebben. Hè? Ik ben altijd wel van of de 2080 of de Ti. Nou, nu, vroeger was het zo, de 80-serie kwam altijd eerder uit dan de Ti die erachteraan kwam. Nu doen ze het allemaal in 1 keer. Wat trouwens ook opvallend is. Maar hè, ze moeten vooral doen wat ze willen. Maar als je naar de 2080 Ti gaat, de duurste daarvan is €1449. En de goedkoopste is €1179, maar dan noem je ook wel een merk, maar zeg, ik ga het merk niet noemen, maar ik krijg een ruzie met het merk. Maar dan denk ik van, het is MSI. What the fuck? Wat zei je? Het is MSI, wel, wilde ik nee, zeggen. Nee, dat is niet de goedkoopste MSI. MSI is best wel duur meestal. Oh. Ja, nee, daarom. Nou, die zit meestal in het gemiddelde. Maar dan denk ik van, €1300, daar kan je fucking hele PC van bouwen. Toen de 1080 Ti uitkwam, waar begon het mee? €800, €900, maximaal 1000. En die werd door de cryptocurrency natuurlijk naar die 1000 opgevoerd. Maar toen ze daarmee begonnen, was dat niet zo extreem duur als nu. En nu is het bijna gewoon een Titan die je koopt. Alleen dan is het nog de normale. Ik ben echt benieuwd of er een Titan-versie gaat uitkomen van de 2080. De RTX Titan. €5000. Ja, want ik weet dat die prijzen, die zijn natuurlijk, wat je net al zei, die zijn het afgelopen jaar, of vorig jaar eigenlijk, zijn die enorm gestegen omdat iedereen dat ding wilde hebben, waardoor er tekort kwam aan chips. Dankzij de opkomst van Bitcoin, wat nu natuurlijk helemaal gewoon gone is. Nou, niet gone, maar het is niet meer, het is niet meer zo dat 1 Bitcoin €20.000 waard is of whatever. Dus dat hele minen wordt dan ook minder waard. Het heet inflatie, dames en heren. Maar hoe zit het nou in zijn algemeenheid met die prijzen? Dus iemand die nu een nieuwe videokaart wil kopen, daar zeg je eigenlijk ook tegen, joh, wacht gewoon. Ik zou zeggen, ik koop lekker zo'n 1080 Ti. Die zijn nu, nou, ik ga eens even spieken.
De duurste is €929. Nou, dat is te gek voor woorden natuurlijk. Ja, dat is wel eentje waar je ook waterkoeling in kan doen. Nou, oké. Okay. En de goedkoopste is €719. En dan heb je gewoon een kaart die ook op 4K gewoon goed functioneert. Dus laten we zeggen, het verschil tussen deze van €719 en dan de normale manier van game renderen, want dit heeft natuurlijk geen fancy raytracing lichttechnieken. En kijkende naar de nieuwe kaart, dan heb je een 30% performance boost als je echt lekker letterlijk apples to apples gaat doen. Hè? Dus als je alles hetzelfde doet in de game. Ja. 30% en dan €719 of €1400. Oké, okay, laten we zeggen op z'n koopst €1100. Dat is nog steeds €400 duurder. Ja. Ja, dat is het niet waard. En dan komt er buiten dat raytracen, ik moet het even goed uitspreken, komt er ook nog een nieuwe manier van wat wij kennen als anti-analyzing. Dus dat je die blokjes, dat wordt dan een recht lijntje en dan kon je 4, 16, 18 keer en dan werd je scherm wat mooier. Weet je, dat systeem, dat hebben we nu, wat is nu de nieuwste MSAA volgens mij. Nou, daar heb je allemaal benaming voor. Daar komt nu ook een nieuwe versie van op die nieuwe kaarten. En dat wordt dan weer gedaan door middel van AI, deep learning technology. Maar dat wordt ook nog niet ondersteund. Want die games zijn er ook nog mee bezig om dat te implementeren. Dus dan heb ik zo van, ja, dan koop je eigenlijk een kaart van bijna €1500 voor fucking beloftes. Je hebt het nog niet in werking gezien. Nou ja, ze zeggen het wordt sneller, het wordt beter, het wordt mooier. Je kan het nog nergens zien. Maar is dit niet altijd zo met nieuwe technologie dat er altijd... Kijk naar de VR-headsets. Nee, allemaal tuurlijk, tuurlijk, optimaal, tuurlijk. En ook allemaal fucking duur. Maar uiteindelijk dan, hopelijk, krijgen we betaalbare versies die ook nog eens beter werken. Ja, eens, zeker. Alleen, het is wel zo dat je als mensen zijnde... Die gaan nu allemaal zo gek lopen pre-orderen voor €1500. Van die Founders Edition cards. Ja, fucking pre-order. Maar... Waarom? Je hebt nog niks. Je weet, straks werken die technieken helemaal niet zo goed. En dan heb je een fucking paperweight van €1500. What the fuck? You have power. Unlimited power. Nou, oké, niet unlimited. Mits maar het werkt. Heel veel power. En denk je dat dit ook een soort van dingetje is die we terug gaan zien in de PlayStation 5 en de Xbox, whatever the fuck het wordt? De technieken? De raytracing? Ja, denk ik niet. Oh, oké. Nee, dus denk ik niet. Dat is toch zo in zijn kinderschoenen. En dat is dus ook de reden. Of het waarheid is. Ja, ik denk dat het wel zo is. De kaarten, laat maar zeggen. Die op het moment dat je raytracing aanzet. En jij bent 4K gewend. Dan. Tank die shit. Keihard. Tank die shit. Je kan raytracing volgens mij niet op 4K spelen. Het wordt dan 1080p, 60 fps. En daar is op zich niks mis mee. Zeker niet in een single player game. Maar ja, je hebt wel een kaart voor €1500. Ik denk niet dat jij voor je PlayStation 5 €1500 wordt neertikken op dit moment. Nee, zeker niet. Nee. Maar je ziet zeg maar altijd, en dat vind ik altijd het fascinerende van hoe wij het nu over zeg maar een gloednieuwe videokaart hebben. En hoe dat dan zit met dat ik ook nog steeds naar Spider-Man op een 5 jaar oude fucking PlayStation 4 kan kijken. En dat ik zeg, oké, dit ziet er eigenlijk best wel goed uit. Of God of War. Ik denk dat dat nog een beter voor is, want die game is fucking beautiful. Ja, maar dat komt omdat die mensen die techniek gewoon als masters hebben in de vingertjes onder de knieën, hebben. Ja, precies. En dat is met deze techniek, die RTX is nog redelijk nieuw. Ik heb wel begrepen dat de meeste studio's, bijvoorbeeld van Tomb Raider, hebben al een tijdje met die techniek mogen spelen. En die zijn dus nu de laatste dingen aan het aanpassen dat die game er straks mee werkt. Maar op dit moment is het gewoon nog in zijn kinderschoenen. En om daar nou €1500 voor neer te tikken... voor eigenlijk vergeleken met normale techniek... Eigenlijk ben jij gewoon heel erg wanhopig voor een nieuwe videokaart... maar je hebt er geen €1500 voor over. Daar komt eigenlijk... Laat me zeggen, ik heb al 3 jaar gewacht voor een nieuwe generatie. Dan krijg ik dat super duur is. En dan heb ik zo, met nieuwe techniek. Die techniek vind ik fucking interessant. Maar niet voor dat geld. Ik vond een 5 ook, of een HTC, fucking... een HTC 5 of een Oculus Rift... fucking interessant, maar niet voor dat geld wat ze ervoor vragen. Mocht er iemand van MSI luisteren of kijken? Ik ken iemand die heel graag een recensie wil doen van een videokaart. Sowieso. En dan ga ik echt al die technieken echt tot in de puntjes laten zien, want het heeft echt wel wat. Het is echt wel vet. En wil hem dan natuurlijk ook graag behouden voor een vriendenprijs overnemen. Nee, maar gewoon voor free. Gewoon voor free. Die €1500 ben ik vast waard. Oké, zometeen gaan we het hebben over de grootste LAN-party ter wereld. Die komt naar Rotterdam.
gratis games voor de PlayStation 4 en de Xbox One voor de aankomende maand. Die zijn bekendgemaakt. En een nieuwe Battle Royale game faalt. We gaan natuurlijk ook de mailbox weer legen. Dus stuur een berichtje naar podcast@gaminggeeks.nl. Of je nu op dit moment live meekijkt via de streams. Of je luistert dit, kijkt dit achteraf. Podcast@gaminggeeks.nl is het e-mailadres waar je de hele week terecht kan. En natuurlijk nemen we ook een kijkje naar de releases. Laten we het even gaan hebben over crossplay. Want deze week kwam er best wel interessant nieuws over de PlayStation 4 en crossplay kwam er uit. Ik heb hier neergetikt. Eindelijk! Sony zwicht onder de druk en heeft een beta gelanceerd waarin Fortnite, spelletje, misschien ken je het, op de PlayStation 4 crossplay ondersteunt met concurrerende platformen. Hiervoor was het zo dat je de PlayStation 4 kon je wel met PC en met mobiel kon je spelen. Maar Xbox, dat kon niet. Nintendo Switch, dat kon niet. En het werd nog erger gemaakt door accountgezeik. Maar nu is er dus een beta die het wel ondersteunt. Dus nu is het gewoon technisch mogelijk om in een game te zitten waarin spelers op PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android, één grote mengelmoes aan allerlei spelers, iedereen bij elkaar. Maandenlang heeft Sony dus dit concept geweigerd. Ze hadden onder andere gezegd, wij zien PlayStation als de best place to play. Dus waarom zou je in godsnaam ergens anders willen spelen? Arrogante zakken. Epic-accounts die gelinkt waren aan de PlayStation 4, die konden eerst niet op Switch spelen, waardoor heel veel mensen fucking boos waren. Want die hadden zoiets van, ja hallo, ik heb fucking €300 in Fortnite gedouwd. Allerlei dungeons en skins en shit. En nu kan ik gewoon niet meer op de Switch spelen of whatever. Maar dat gaan ze dus fixen, want er komt nu dus een Epic merging systeem waarbij je dus accounts letterlijk gewoon aan elkaar kan koppelen, zodat die progressie alsnog meegaat. Dus dat is chill. Later dit jaar komt dat uit. Ah, het is gelukt, dames en heren. We hebben eindelijk crossplay over alle platformen. Jullie verwende kinderen, in mijn tijd hadden we nog geen crossplay. Tegen warendag moeten wij het. Maar ik vind dit wel een huge ding. Sony eindelijk zegt, fuck it, hier, iedereen kan met iedereen spelen. Ja, maar het is toch ook iets raars. Je moet toch niet door hun verplicht worden om een PlayStation te kopen voor Fortnite. Weet je, dat je exclusive games hebt met deals, oké. Maar Fortnite was al overal te spelen. En dan als enige te zeggen, nee, bij ons niet. En dan nog erger te maken op het moment dat je PC en PlayStation kot hebt, dat je op je Switch het niet meer mag. Ja, dat vind ik bullshit. Dan moet je gewoon zeggen als PlayStation, dan mag je het gewoon niet koppelen en dan blijven single. Nee, als PlayStation de best is, dan mag je ook niet bij PC. Maar nee, dat kon wel. Ja, flikker dan op. Ja, het had natuurlijk gewoon met concurrentiebeding te maken. Concurrentie met Xbox en Nintendo. En Sony had eigenlijk, hadden ze ergens wel een punt, want ze zijn de best verkochte console deze generatie. Ze kunnen gewoon zeggen, daar hebben ze een punt, maar dan moet je juist een beetje de ballen hebben om te zeggen, we supporten dat. Ja. Ze hebben dit geintje toch ook gevoeld bij Rocket League? Dat kon het toch ook niet? Nou, het is nu zo dat je Rocket League kon eerst PC, PlayStation 4 kon wel. Mm-hmm. Maar toen kwam inderdaad die Xbox en je kan de Xbox-versie. Toen kon je volgens mij wel Xbox, PC. Daarna kwam de Switch-versie en toen was het inderdaad diezelfde situatie. Dus de vraag is nu ook, nu Fortnite in een beta van crossplay zit, we gaan er natuurlijk gewoon vanuit dat het straks gewoon standaard is. Wat voor andere games moeten er gecrossplayed gaan worden? Rocket League is inderdaad meteen al een goed voorbeeld. Want sterker nog, die ontwikkelaars hadden eerder al gezegd, het is voor ons letterlijk een knopje omzetten en mensen kunnen met elkaar spelen. Dus het is niet alsof het ingewikkelde technologie is. Heb jij nog meer games waarvan je zegt, douw die nou eens in de crossplay? Nee, eigenlijk niet. Weet je, de meeste games, Hots moet crossplay. Die moet overal spelen. Hero of the Storm! Ja. Nee, maar ik heb niet echt games waar ik nu mee bezig ben. Ik van, jammer dat ik die niet met mijn vrienden op de Xbox kan spelen. Ik denk de meest obvious is Minecraft. Maar die speel ik zelf niet. Nee, oké. Okay. Nee, dat is, ik weet dat ze dat gaan doen en Rocket League en Fortnite, weet je, dan logisch. Maar voor mezelf? Oké, dan heb ik een leuke voor je. Diablo. Nou, ik ga Diablo wel voor de Switch kopen. Ja, exact.
Maar ja, dan moet je dat ook weer met Battle.net, moet je dat al die accounts en blablabla. Je hebt nu al niet dat je... Als ik nu bijvoorbeeld op mijn PlayStation ga spelen, heb ik niet al mijn characters van de PC-versie. Dat is fucking kut. Is niet? Dat eigenlijk? Nee. Nee, het zit waarom niet? Omdat het niet aan elkaar gekoppeld is. Blizzard zegt dan van, ja, nee, het is een andere versie van de game, blablabla. Net zoals met Overwatch. Je krijgt niet de skins. Dat zijn wel rare praktijken. Ja, dat komt natuurlijk. Ja, ik ga nu heel erg Devil's Advocate spelen en een beetje aan de kant van de bedrijven staan. Maar dat komt omdat alle PC Blizzard games zijn gekoppeld aan Battle.net. Ja. En Overwatch zit gewoon aan PlayStation Network. En dat is niet met elkaar gekoppeld. Zou je maar wel hoe moeilijk is doen? Het nou om zo'n account, dus nou, langs een tunneltje te graven tussen Battle.net en je PlayStation account op het moment dat je zo'n game voor hun koopt? Nee, dat is toch een extra service die je betaalt als je €60 voor zo'n game neertikt op zo'n console? Ja. Dat is toch service die ze kunnen verlenen, ja. Denk ik dan. Ja, nee, vind ik ook. Ik was ook best wel niet zozeer teleurgesteld toen Diablo 3 naar de PlayStation 4 kwam. Maar ik had zoiets van, ja, dat is toch ergens wel jammer, want dan moet je weer helemaal overnieuw beginnen. Was ook ja, met GTA precies. Natuurlijk zo, dat je... Ja, hey, GTA komt naar de PC, allemaal kopen. En ja, je moet wel overnieuw beginnen. Terwijl dat ook allemaal één soort van... Dat Rockstar, hoe heet dat eigenlijk? Rockstar Online ja. Of zo? Hoe heet Rockstar Social Club. Oh ja, Social Club. Zo, jezus, ik heb GTA 5 al lang niet meer gespeeld. Tot yep. Maar als er dan zeg maar games zijn... Hey, je moet niet alles willen crossplayen, dat zeg ik bij deze alvast. Want je blijft die discussie houden. Muis en toetsenbord versus... controller. Yep. Dat is in sommige situaties gewoon hartstikke... Hey, PC Master Race. We vegen de vloer aan met... Ja, maar bij shooters, een Fortnite bijvoorbeeld, kan het ook zo zijn dat als je bij PlayStation en Xbox dat aim assist hebt, dat je eigenlijk een beetje overkomt als een hacker. Ja. Je snapt op iemand zijn character en bij een PC kan dat niet. Dan zou je die dat ook moeten geven. Nou, dan krijg je helemaal rare balans, want dan kan ik met mijn muis precisiebewegingen maken, maar toch vast blijven hangen aan een character. Maar Fortnite is wel crossplay. Alleen weet de game wel te detecteren of... dat is wel grappig, want je kan volgens mij ook muis en toetsenbord op de PlayStation aansluiten. En ook al doe je dat, dan detecteert de game alsnog, jij gebruikt een muis en toetsenbord. Dus ik ga jou koppelen met muis en toetsenbord spelers. Het probeert dat matchmaking systeem probeert wel alles in balans te houden. Wat ook makkelijk kan, want Fortnite heeft maar 34.000 miljoen spelers tegelijkertijd online. Dus er zal vast wel een clubje van 100 bij zitten die of op controller zitten. Of net zoals, nou ja, hè, nu de droom setup dat, weet ik veel, jij zit onderweg op de Switch te Fortnite. Ik zit op mijn PC te Fortnite en Vincent dan op zijn PlayStation. En hebben we Johan die ergens in Verwegistan op zijn mobiel aan het Fortnite is. Ja, dan heb je dus wel één grote mengelmoes. Dus ergens is het wel mogelijk. Then again, is Fortnite echt super serieus? En... Ja, er zijn e-sports in. Ja, dat is waar. Ja, 100 miljoen hebben ze erin gestoken of zo, jezus. Precies, dus dan gaat het best serieus, denk ik. Ja. Ja, ik denk wel dat je dan dat ook ze... niet verschillende platforms gaat doen. Als je bij e-sports hebben ze natuurlijk wel dat ze één platform kiezen en that's it. Precies. Maar als je het aan mij zou moeten vragen, heb ik zoiets van... Weet je, doe al die MMO-achtige games, die co-op dingen... Doe die gewoon crossplay. The Division, crossplay. Anthem, crossplay. Fuck it. Douw die shit crossplay. Battlefield. Zelfs Call of Duty, zeg maar. Dat gaat nog lang niet gebeuren, maar... Als die Xbox-spelers met PlayStation-spelers kunnen spelen... PC is dan weer even een discussie apart. Maar als die twee al met elkaar zouden kunnen... FIFA... Ik bedoel, wat is nou echt het verschil tussen FIFA op de Xbox of FIFA op de PC? Ja, maar dan wordt het dus, zoals jij zei, voor de bedrijven echt een marketing dingetje. Ja. Gewoon, hè, wanneer mensen niet meer afhankelijk zijn van een type console. Dus in de zin van, jij hebt een PlayStation. Ja, Jeroen, beter gaan we nu dit spel. Ja, maar ik heb een Xbox, man. Ja, koop een PlayStation. Nee, dat is dan niet meer. Nee. Dus dan krijg je toch wel bepaalde verkoop minder. Want waar een ander bijvoorbeeld eerder voor een Xbox zou kiezen... maar toch een PlayStation koopt omdat ze vrienden een PlayStation hebben... hoeft dat niet meer, want dan heb je dus games die op beide consoles zijn. Ja, dat krijg je en dan wel. En samen kunnen spelen. En dat ga je krijgen. En dat proberen ze denk ik te voorkomen. Ja. Ja, dat wordt een heel lastig ding. En dat wordt denk ik een groot discussiepunt voor de aankomende generatie vooral. Nu zitten we in die kinderschoenen. Waarbij we een paar games... En de reden ook natuurlijk waarom Sony nu zwicht onder de druk... is omdat het Fortnite is. Ik bedoel, ja, als het elk ander spel was, fuck it. Dan zegt Sony gewoon fuck you, wat denk je zelf?
Maar nu ze deze stap hebben gezet, moeten ze eigenlijk wel. Dan kunnen ze niet meer de gasten van Rocket League in de ogen aankijken en dan zeggen... jij mag niet, wat denk je? Jij niet. Jij niet, bitch. En Microsoft heeft overigens al gezegd... ik hoop dat Minecraft cosplay gaat met PlayStation, want dat willen wij. Ze hebben al die hele trailer uitgebracht met Switch en Xbox. Play together, yeah, build together, woo. Was ook een beetje zo'n middelvingertje naar Sony van... hahaha, jullie niet, fuckers, hahaha. Maar nu wel, hopelijk dan, ooit. Dus ja, we gaan het in de gaten houden. Ik vind het altijd zo... Ik vind dit soort dingen, vind ik... Aan de ene kant denk ik tof, weet je wel. Want nogmaals, the dream. Iedereen kan gewoon met elkaar spelen. Hoe tof is dat? Alleen aan de andere kant denk ik ook wel weer... Ja, maar ik wil wel gewoon een beetje in mijn eigen... Nog wel in mijn eigen vijvertje kunnen zwemmen of zo. Ben ik dan weer zo'n greedy motherfucker die denkt... Gewoon purebred. Alleen maar PlayStation. Alleen... You filthy little mudblood. Ja, filthy little peasants. Console discriminatie. Het bestaat. Zelfs in de gaming. Jazeker. Console discriminatie. Die moeten we op in het woordenboek weten te krijgen. Het geek woordenboek. Console discriminatie. Het bestaat natuurlijk al weet ik hoe lang. En meestal is de discriminerende factor geld. Wat heb jij? Een Nintendo. PlayStation. Dat is waar je moet wezen. Ja, dat krijg je. Dus je kan eigenlijk bijna wel zeggen dat ik een regenboogvlag moet ophangen. Want ik heb een PC, een Nintendo Switch, een PlayStation. Geen Xbox. Groen moet eruit. Ik heb een Nintendo Switch en een PlayStation 3. En een PC van heel veel geld. Maar geen RTX, ja. Geen RTX, inderdaad. Ja, nee, dan laat ik het zo zeggen. Mijn PC, nou, ik denk met alle upgrades die ik heb gedaan... Nou, dan heb je best wel veel geld in de jaren uitgegeven. Ik denk dat hij nu een gemiddelde waarde heeft van tussen de 1000 en de 1200... met nog wat dingen die ik erin heb gezet. Weet je, onderdelen worden nou sneller oud, weet je. Je krijgt steeds nieuwe chips, nieuwe dit, nieuwe dat... Maar als je dan kijkt dat zo'n hele kaart dezelfde waarde heeft als je eigen complete PC, dan denk ik van, wow, gekhuis. Ja, heftig. Heftig. Oké, gaan we naar nog meer nieuws van de afgelopen week. En we beginnen met... Oh my god, dit vind ik zo fucking vet. Ja, dit is wel heel vet. Dit is echt wel heel vet. Ik vind het ook heel vet. Zo fucking vet. Weet je wat ik het vetste eraan vind, Jim? Nou. Dat ik geen 16 uur in een fucking bus hoef te zitten. Oh ja, ja 16, ja. Dames en heren, DreamHack komt naar Nederland. Woo! Sterker nog, Rotterdam! Rotterdam, onze hometown. Gewoon in mijn achtertuin, man. Gewoon in mijn fucking achtertuin. Het is een Nederlandse editie van de grootste LAN-party ter wereld. Wij zijn daar als GamerGeek zijnde... Ik zit nu even heel dik na te denken. Iets van 5 of 4 keer geweest. Ik ben iets van 2, 3 keer geweest. Ik ben ook 3 keer geweest, geloof ik. Fantastisch. Wij zijn bij de Zweedse editie geweest. In Jönköping. En stel je voor, 10.000 motherfucking PC's aan elkaar gekoppeld. Gecombineerd met e-sports podia. Gecombineerd met een fucking beurs er nog naast. Prachtig. Het is echt fantastisch. Het zal het hoofdpunt worden van een Rotterdam Games Week. Dus er gaat nog veel meer gebeuren, kennelijk, in Rotterdam als het gaat om videogames. 18 tot en met 20 oktober 2019, dus volgend jaar, gaat het dus gebeuren. DreamHack Rotterdam. Holy fuck, ik wil hierbij zijn. Hashtag duurt lang. Duurt echt lang. Ik was zo ongelooflijk hype toen ik dit las. Ik had zoiets van, yes, eindelijk gaat het gebeuren. Fuck. Want er zijn al edities in Duitsland, in Amerika, in andere... Volgens mij in Rusland ook ergens eentje, Moskou geloof ik. Dus het werd tijd, dames en heren. Eindelijk, DreamHack! Ja, in de Ahoy. Dus, in de Ahoy, ja. Goed gedaan. Yes, fucking hell. Oh, zo zit het. Nu al. Hebben we al persplaatsen? Ik wil pers plaatsen. Pers. Mocht je weinig schijfruimte over hebben op je PlayStation 4, zet je dan maar schrap. Want er is bekend geworden door middel van een doos. Want er komen dus bundels uit voor Red Dead Redemption 2. De meest overhyped game van... Nou, overhyped, gehypte game van dit jaar. Daar komen een paar bundels uit voor de PlayStation 4. En op de PlayStation 4 Pro bundel... staat aangegeven hoeveel schijfruimte er nodig is voor Red Dead Redemption 2. Zet je schrap. Op de PlayStation 4 Pro ben je 105 gigabyte kwijt aan Red Dead Redemption 2. Damn, son.
Dat is fucking veel. Let wel. En dan moet je dus voorstellen dat je die game digitaal gaat aanschaffen in de PlayStation Store. Ja. En dat je een fucking internetverbinding uit 2005 hebt met 2 MB per seconde. Ik kan gewoon... Dan kan je dus... Oef. Ik ben gewoon een dag kwijt hoor. Hier. Ik ga het even uitleggen. Uitrekenen. Gewoon voor de gein. Hè? Gewoon pakken we even snel erbij. Overigens moet ik er wel bij melden dat dit dus op een PlayStation 4 Pro gaat. Dus het kan zijn dat dat dus komt door al die 4K textures, et cetera. Het is nog niet bekend hoeveel schijfruimte dat in gaat nemen op een normale PlayStation 4. Maar als dit getal hetzelfde is als op mijn PS4... Ik heb een old-ass classic PS4. 500 gig. Het is gewoon fucking... 20% meer dan 20% van mijn schijfruimte. Voor één fucking game. Dat is fucking veel. En ik doe er dus als ik het... Mijn internet, of mijn glasvezelnetwerk, dan ben ik er een... Oh god, daar komt hij weer hoor, zijn glasvezel fucking... Maar dan ben ik gewoon een uur mee bezig. Dat zijn... Ja? Dat zijn gewoon tijden die ik in 2006 had met een game downloaden, laten we zeggen, op digitaal platform. Gewoon dat je een uur zat te wachten op Steam voordat er een game van, wat was het, 30 gig binnen was of zo. Ja. Jongen. Ik kan me nog wel herinneren dat heel lang geleden was het echt wel... Was The Sims fucking huge als je 3 expansions had geïnstalleerd. Dan was dat bijna 2 gigabyte. Dat was toen veel, jongen. Ik kan me nog herinneren dat we helemaal zaten te trippen door Titanfall die 50 gig was. Ja. Nou, ik kan me herinneren dat ik ook best wel stond te trippen toen The Last of Us Remastered op de PS4 ineens 50 gig innam. Dat ik dacht, zo, goedemiddag. Dat is ook niet... Moet je gewoon het idee dat je dus deze game, hè, en dan even niet kijken naar de grafische kracht die je nodig hebt om de game te draaien, want het qua formaat niet op een Switch past. Nee, gewoon never... Ja, alleen als je een dikke, big-ass fucking kaartje erin duwt. Dan moet je er zo'n 512 gig kaarten erin stoppen, dan kan je een paar van die games kwijt, maar... What the fuck? Ja, het is echt fucking bizar. Er komt eindelijk iets over Castlevania. Holy fuck. Heb je dit gelezen? Castlevania is een hele klassieke serie. Die echt al dateert naar... ik wil zeggen de NES, maar als ze echt gaan mierenneuken... De allereerste Castlevania kwam uit op de MSX, een Japanse, die vooral in Japan heel groot was. Castlevania, Symphony of the Night en Rondo of Blood worden gebundeld. Dat heet Castlevania Requiem. Komt op 26 oktober digitaal exclusief naar de PlayStation 4 voor €20. En dit is volgens mij de eerste keer dat er iets van Castlevania überhaupt uitkomt sinds Konami, zeg maar, heeft gezegd van we gaan nooit meer fucking videogames maken. Fuck you, Metal Gear Solid 5 wordt het laatst. Oh nee, we hebben de Metal Gear franchise. Hier is Metal Gear Survive. Oh, wat ben ik daar boos om. Maar we gaan verder. Ja, nou ja, dus die twee games worden gebundeld. Symphony of the Night staat bekend als de PlayStation 1 Castlevania. Wordt gezien als een van de beste games aller tijden, bla. Dankzij dat spel hebben we de term Metroidvania. Want Castlevania Symphony of the Night pakte heel veel elementen van Super Metroid en maakte daar Castlevania van. En sindsdien heet dat hele genre Metroidvania. Dus... Maar ik vind het aan de ene kant heel tof dat je dus 2 games krijgt. Want Rondo of Blood schijnt ook heel goed te zijn. €20 gaat het kosten trouwens. En dat is cool. Alleen is het nu wel zo dat de kans heel klein is dat Castlevania Symphony of the Night naar de PlayStation Classic komt. Die mini-console. Oh, ja. Waardoor ik zoiets heb van fuck, die game had erop moeten staan. Ze moeten in ieder geval binnenkort wel gewoon vertellen wat op die PlayStation Classic gaat staan. Want... Ja. Die games die er voor aangekondigd al zijn, denk ik, ja leuk, maar I need more. Ja, ja, nou, de komende 20 in totaal, er zijn er nog maar 5 bekend voor die PlayStation. Ja, maar precies, dan ben ik echt bang van, dan worden die anders ik allemaal van die golfgames. Ja, nou, dat die saaie PlayStation 1 games. Eén ding zeg ik wel, Metal Gear Solid moet erop. Minimaal. En eigenlijk had Castlevania... Metal Gear moet erop. Ja, dat weet ik dus niet, want ze zijn bezig met een remaster, dus dat... Daarom, maar hij moet erop, want anders is het gewoon niet goed. En Tomb Raider 1, 2, 3, die moet erop. Ja, ik denk niet dat ze 3 slots gaan doen. Maar dat vind ik bullshit, hoor, trouwens. Tomb Raider 1, 2 en 3 moeten erop. 1, 2 oh. En 3. En misschien zelfs 4 en 5. Die waren ook nog PlayStation 1. Dat was allemaal nog PlayStation 1, ja. So, die games waren wel lauw. Was huge. It was great. Ik heb goede herinneringen aan die games, want ik was... te jong en te angstig voor die ik games. Ik kan me dus gewoon herinneren dat een van de eerste keer dat ik bij jou over de vloer kwam... Toen was mijn maas aan het spelen. Ja.
En toen was het zo van, oh, heeft je ma jouw spel gejat? En toen zei je, nee, mijn ma speelt Tomb Raider. Zo van, mijn ma heeft Tomb Raider, zeg maar, gewoon gekocht en gedaan. En dat heel veel mensen vinden het dus gewoon raar dat, ja, wauw. Een volwassen vrouw die videogames leuk vindt? Wat? Weet je wel? Dat was ja, maar ook Final Fantasy 7 speelden ze en andere Final Fantasy games. Het is alleen wel zo, de Tomb Raider van nu, die zou zij niet meer leuk vinden. Nee, niet. Omdat het te heftig is allemaal of zo. Nee, te snel. Het is gewoon schiet, bam, bam, bam. En het zoeken vindt... en het puzzelen, dat vond ze heel leuk. Bij Tomb Raider 1 had je wel stukjes waar je moest schieten en monsters had, maar het was allemaal wat slow-paced. En dat was voor haar gewoon heel leuk. En het zoeken naar oplossingen en puzzels oplossen. Voor nu is dat gewoon te snel. Dan denk ik dat ze Shadow of the Tomb Raider wel tof vindt. Ja, is die wat minder heftig? Nou ja, wat sowieso tof is aan Shadow of the Tomb Raider, is dat je daar de difficulties per stuk kan je aanpassen. Dus je kan zeggen, ik wil de combat super easy, maar ik wil de puzzels moeilijk. Oh, dat is cool. Dat is heel vet. Super cool. Alleen, laten we maar niet te veel aanprijzen aan mijn moeder dat ze dat moet doen. Want dan weet ik alweer wat ik voor cash voor haar moet gaan halen. Want een PC die het kan draaien, heeft ze niet. Dan zie ik alweer dat ik een PlayStation 4 voor haar moet gaan neerzetten. Oh, hell yeah. Get that PS4, mate. Moet wel. Hey, jongen, heb jij een PlayStation 4? Nee, maar mijn moeder wel. Oh. Ja, heb ik gegeven voor kerst. Wow. Dan haal ik God of War voor je moeder. Ja, dan weet ik waar die PlayStation heen gaat. Naar boven, gek, wegwezen. Sorry. Dan nieuws wat mij best wel aansloeg. Op Gamescom was deze game fucking populair. Dus dit is een... Ja, dit is verrassend nieuws voor mij. Oh, Dying Light Bad Blood. Dat is een multiplayer spin-off. Standalone spin-off van... De Dying Light. En die gaat niet zo lekker. En dat vind ik niet zo gek. Nee, Dying Light Bad Blood heet het dus. Ik heb het op Gamescom gespeeld. Ik heb een interview gehad met de producer van die game. Het behaalt in de eerste week op Steam Early Access. Die is, volgens mij is het inmiddels 2 weken geleden dat die game verscheen. Maar volgens IGN heeft die game in de eerste week op Steam Early Access nog geen 500 spelers tegelijkertijd gehad. Nu moet daarbij dus vermeld worden dat je die game op dit moment alleen nog maar kan spelen door een Founders Pack te kopen. Die kost €20. Het plan is om die game uiteindelijk free-to-play te maken. Maar dat is geen goed begin dit. Ja, maar ik vind het ook helemaal geen game voor een Battle Royale. Ja, het heet... Ik heb de beelden gezien en ik had echt niet zo van, oh ja, maar dit is echt zo vet. Ja, ik snap waar je heen wil. Ik snap je. Maar ik vind het ook een beetje raar dat ze zeg maar ervoor hebben gekozen om te zeggen, wij zijn Brutal Royale. Want zo verkopen ze deze game. Oh ja, ja, ja. En ja, ik ben gewoon van mening dat het... het is gewoon een multiplayer game eigenlijk. Ja, het is gewoon een game waarbij je à la Dying Light in first person gewoon zombies kapot moet maken... om punten te halen en uiteindelijk 11 andere spelers moet elimineren. Want anders, ja, dat is een beetje het Battle Royale principe wat hierin zit. Last man standing, that's it. Zeg maar. Dat is het enige element qua Battle Royale wat hierin zit. Het is niet zo dat de map kleiner wordt. Het is niet zo dat er 100 man landen of een heel groot getal. Het zijn Je hebt inderdaad die 11 man en je moet een soort van harvesten. Van die nesten moet je harvesten en daar krijg je... een health upgrade ook van. Dus je bent sterker als je meer van dingen hebt. En bij een bepaalde hoeveelheid dan komt er een chopper. Maar die chopper komt alleen als je dus als laatste overblijft. Ja, degene die... de grap is dus die chopper komt sowieso. En degene die dan zoveel seconden op een punt staat... die wordt meegenomen. En dan kan er maar eentje mee. Nou ja, ik had gelezen dat hij pas komt. Of hij kan al komen als je genoeg... Maar hij komt pas landen. Echt landen als je iedereen... Nee. Je moet op een bepaalde tijd moet je op een punt staan. Maar ja, eer die helikopter eindelijk is, zijn er natuurlijk al andere spelers bij je. Dat is wel... Dat hoop je wel. Lijkt me logisch. Anders spelen ze de game niet. Nee. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb dit dus een half uurtje geprobeerd vandaag. Want ik dacht, is het echt zo erg? Het is niet alsof je geen game kan vinden of zo. Sterker nog, ik kon best wel snel achter elkaar een potje spelen. Echt keihard ben ik afgemaakt, dat ook. Maar... het kan dus wel. En ik vraag me gewoon af waarom dit nu niet scoort. Want Dying Light 1, de game zelf, is fucking populair. Nog steeds.
En dat dus zo'n multiplayer spin-off nu gewoon helemaal niet werkt. Ja, ik vind het... Ik weet niet. Ik heb er zo'n raar gevoel bij van... Ligt het dan aan marketing? Ligt het aan het feit dat ze Dying Light 2 hebben aangekondigd... en dat nu ineens dit uit het niets uitkomt? Wat is er aan de hand? Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, misschien waren ze nog niet groot genoeg om dit interessant te maken. Dat kan ook. Ja. Nu is het natuurlijk nog helemaal niet voorbij met het spel. Het is niet alsof deze game nu doodgaat en dat we het nooit meer gaan terugzien. Het kan ook de Early Access titel zijn, hè? Dat zeggen mensen van, laat maar, ik wacht tot het klaar is. Ja, misschien hadden ze gewoon meteen free-to-play moeten gaan. En gewoon zeggen, ja. En er is een Founders Pack beschikbaar, bla bla bla. De game is Early Access, maar is free-to-play. Ja. Want ik zit ook, ik kwam thuis van Gamescom en ik roep in de Gaming Geeks app, jongens, dit moeten wij spelen. Dit is fantastisch, dit. Dat is echt geweldig. Alleen dat hele squad-based en duo's en zo, dat zit er ook nog niet in, trouwens. Nee. Dus ik hoop wel dat ze zoiets erin gaan implementeren. Want zo kan je echt die gameplay gewoon optimaal gebruiken. Want het is nu gewoon... En dan kan het wel leuk worden, inderdaad. Ja, het voelt nu nog aan als iets wat gewoon aan Dying Light toegevoegd had moeten worden. Mm-hmm. Aan de game Dying Light. In plaats van wat het nu is, een hele standalone ding met een multiplayer titel die het eigenlijk niet behoort te hebben. En dan heb ik het natuurlijk over dat hele Brutal Royale. Brutal. Maar ja, hoe moet je het dan verkopen? Gewoon als, het is multiplayer Deadlight, waardoor mensen zeggen, er zijn toch gewoon multiplayer mod voor Deadlight, lol. Dying Light. Ja, het is gewoon een beetje... Gewoon een beetje rare mosterd naar de maaltijd. Ja, maar ik vind het ook gewoon jammer. Want ik vind van dat deze game beter verdient. Ja. Ik bedoel, het speelt super snel. Het is super spannend, vind ik het vooral. Want als ik dan low health ben en zit een guy achter me aan... Ik schijt in mijn broek. Ik denk, fuck. Alleen maar. Dat rookjes op Gamescom. Ja, zeker. Die hele zaal moest weg. Geëvacueerd worden. Ja. Goed. Mijn excuses. Heb jij trek in gratis games? Dat is zeker PlayStation. Want ik heb geen PlayStation! Als je een abonnementsdienst hebt, zoals PlayStation Plus... die je ook nodig hebt om online te spelen op de PlayStation 4... dan krijg je elke maand nieuwe gratis games. En deze games zijn vanaf aanstaande dinsdag gratis te downloaden. 2 oktober heb ik het dan over. Friday the 13th voor de PlayStation 4. Laser League voor de PlayStation 4. 2064 Read Only Memories voor de PlayStation 4 en PlayStation Vita. Master Reboot voor de PlayStation 3. The Bridge voor de PlayStation 4, PlayStation Vita en PlayStation 3. Rocket Birds 2 voor de PlayStation 4 en PlayStation Vita. En als laatste Knowledge is Power voor de PlayStation 4. Wat via Playlink is, wat inhoudt dat mensen hun telefoon kunnen gebruiken om de game te besturen. Een beetje zoals That's You en dat soort dingen. Teleurstellende line-up, want vorige week kwamen de geruchten naar buiten dat de PlayStation Plus line-up zou bestaan uit Diablo 3 en Nioh. En dat is dit absoluut niet. Nee, dat zit er niet tussen, nee. Alles behalve zelfs. Friday the 13th, dat is eigenlijk de enige waar ik een beetje zinvol commentaar op kan geven. Die heb ik op de PC gespeeld. Ja. Het is een janky mess. Maar het is dat nog steeds zo? Ja, nou ja, ik heb het al een hele tijd niet meer gespeeld. Maar volgens mij is het iets van 6 spelers spelen camp counselors en 1 iemand speelt... Fuck. Hoe heet die? Freddy. Nee, Freddy is van Nightmare on Elm Street. Die andere. Oh, sorry. Jason. Ja, Freddy versus Jason. Ja, Jason. Godsamme, hoe kon ik... Voorhees, zo heet hij, hè? Ja, met zijn maskertje op. Ja, met zijn ijshockeymasker. En die moet dus iedereen killen. En je kan op allerlei verschillende manieren ontsnappen. Je kan ze op allerlei verschillende manieren killen. Het is wel een perfecte game voor Halloween natuurlijk. Ja, het is wel leuk, ja. Ja. En hetzelfde geldt trouwens ook voor Xbox, want die heeft Games with Gold. Die je dus krijgt letterlijk als je een Xbox Live Gold abonnement hebt. Deze games zijn daar al beschikbaar aankomende maand. Als eerste Overcooked voor de Xbox One van 1 tot en met 31 oktober. Stuntman Ignition voor de Xbox One en Xbox 360 1 tot en met 15 oktober. Victor Vran voor de Xbox One, dat is een action RPG, van 16 oktober tot en met 15 november. En als laatste Hitman Blood Money voor de Xbox 360 en de Xbox One, 16 oktober tot en met 15 november is die te downloaden. Ja, en dan over gratis games en dit soort abonnementen gesproken. Ja. Zit het met Nintendo? Heb jij al een account met
Switch Online. Heb jij mijn rage van vorige week niet gehoord of zo? Nee, fuck? Vertel. Geef eens een samenvatting. Nou ja, goed, voor de mensen die het niet weten, als je nu online wil spelen op de Nintendo Switch, moet je daar ook een abonnement voor hebben. Dat heet Nintendo Switch Online. Kost slechts €20 per jaar. Je krijgt het dan mits ook je al een family group aanmaakt. Ja, dan moet je €35 betalen of zo. Volgens mij heeft dat te maken met gekoppelde accounts op een Switch. Blablabla, veel te lastig voor mij. Hier, €20 alsjeblieft, Nintendo. Ik wilde vorige week, wanneer dat gedoe uitkwam, wilde ik het kopen. Want je krijgt ook NES games en zo erbij. En die library wordt steeds meer aangevuld. Beetje vergelijkbaar met Xbox Game Pass. Waar je ook een vast bedrag per maand betaalt. En dan kan je weet ik hoeveel games downloaden. Dit is natuurlijk veel beperkter, want het gaat alleen maar onder Nintendo 8-bit. Dat wilde ik halen via die fucking website van Nintendo. En ze accepteren geen fucking iDeal. Oh, wat erg? Nee, maar wat dan betaal wel? Maar met PayPal. Gekoppeld aan een fucking bankrekening. Fuck off. Oh, wat erg? Ja, sorry. Het ding liep vast. Ja, maar je hebt het nu wel. Nee. Niet, nee. Ja, maar ik heb nu ook helemaal geen behoefte aan. Ik speel sowieso nog niet heel veel Nintendo games online. Ja, Mario Kart, eens. Splatoon, soms, heel af en toe. Ik ja, Mario Kart deed ik wel, maar dat doet dus nu ook niet meer. Maar Mario Tennis wil ik wel online gaan spelen. Nee, maar ze verkopen het Switch Online gedeelte alsof het een extra is. Ja. Maar alles wat we al hadden, wordt nu opeens achter een paywall gekeken. Nou, wat nu extra is, is dat je dus die NES games krijgt. Dat is eigenlijk het enige, want cloud. En cloud saves. Ja, maar dat had je ook zonder zo'n ding kunnen doen. Die techniek hadden ze al. Die techniek, dus je betaalt alleen voor die cloud saves. Dat is eigenlijk het enige waar je voor betaalt. Fucking bullshit. Al het andere hadden we al. Alles wat we hadden wordt afgenomen voor die cloud saves. Maar dat kan je ook zeggen over PlayStation Plus natuurlijk. En over de Xbox Live Games. Ja, maar die deed het vanaf het begin af aan al toen de PlayStation 4 uitkwam. Ja. Zo van, dit is de PlayStation 4 en vanaf nu gaan we ermee beginnen. Nu hebben we een. We zitten al een jaar op die Switch. En na een jaar zeggen ze, nu kun je. Ja, het is gewoon nu cash. Spelen en co-op. Maar dat deden we al een jaar. Nee, want nu heb je Switch Online. Ja, maar dat online is nu zeg maar waarom ik zoiets heb van, oké, €20 per jaar is dan ook wel whatever. Ja, maar nog steeds, Jim. Het is iets wat we hadden. Wordt afgenomen voor €20. Ze troggelen je €20. En je kan die saves niet eens overal gebruiken. Want er zijn dus games waar Nintendo van vindt dat als je dan cloud saves hebt, kan je cheaten. Ja, Splatoon. Wat? En Pokémon. Wat? Mijn fucking Pokémon, ja. Wat? Ja, maar waarom betaal ik dan €20 voor een cloud save als ik dan alleen maar, als die Switch kapot gaat, nog steeds die games opnieuw moet gaan spelen? Maar dat is typisch Nintendo. Nintendo loopt op sommige fronten gewoon heel erg achter. En ziet zeg maar de concurrent al jarenlang wegkomen met €60 per jaar, anders kan je niet online spelen. En zij zien natuurlijk ook, hey, we komen met Animal Crossing, hey, we komen met Pokémon, hey, we komen met Super Smash Brothers. Dat willen we eens online spelen. Dus ja. Het is jammer. Ja, weet je, nogmaals, ik vind het helemaal niet zo erg, maar. Nee, het is niet zo erg, alleen de manier waarop is gewoon wat minder. Dat ook, en het feit dat de Nederlandse website geen fucking iDeal ondersteunt. Ik kan daar niet met mijn fucking kop bij gaan. Het geinig is, ik heb dus mijn PayPal weten te koppelen aan. Een bankrekening. Dat heb ik toen de tijd heel lang geleden al gedaan. En daardoor werkt het bij mij best wel simpel en makkelijk. Maar ik hoor dus ook mensen die dat dus niet voor elkaar krijgen. Nou, ik dus. Ik kreeg het niet voor elkaar. En nu moet ik dus. Ja, omdat die fucking. Als je dan een bankrekening koppelt aan PayPal, waardoor ik zoiets heb van, waarom moet dit, wat is dan het net achter fucking PayPal? Maar goed, kennelijk kan je nergens betalen zonder fucking PayPal account. Fuck jullie allemaal. Kennelijk gaan ze je dan 1 cent opsturen of zo. En dan moet jij een getalletje uit dat ontvangstbericht op je bankrekening moet je dan overnemen. En dat is dan een bevestiging dat je het koppelt. Ik heb die 1 cent nooit gekregen, PayPal. En nu moet ik dus allerlei bullshit document gaan opsturen met fucking identiteitskaart, bla bla bla. Moet ik nu allemaal naar ze opsturen, daar gaan ze dan over misschien 3 weken naar kijken. En dan gaan ze kijken of ze alsnog die bankrekening die ik probeerde te koppelen. En het vervelende is, ik kan niet nog een poging doen, want dan zeggen ze, hey, deze bankrekening is al een keer gekoppeld aan iets. Terwijl dat helemaal mislukt is, hij is niet gekoppeld, fuck you PayPal. Dat is inderdaad wel heel raar. Het is een kutsysteem. Maar ik heb ook mensen gehoord met hele andere problemen. Gewoon helemaal niet mogelijk. Ja. Dus ja. Waarom deze omslachtige shit, Nintendo? Je bent in Nederland, dan kan je toch ook gewoon Nederlandse iDeal standards nemen? Op Steam kan ik met iDeal betalen. Op de PlayStation Store kan ik met iDeal betalen. Op de Microsoft Store. Ja, ik heb geen Xbox, maar ik heb daar wel eens een controller gekocht. Blablabla. Gaat allemaal via diezelfde pleuriswinkel. Kan ik met iDeal betalen?
What the fuck, Nintendo? Fix your fucking shit. Zet Ideal erin, want ik wil jou mijn geld geven. Maar je laat het mij niet toe. Dat is nog frustrerender. Dan... Kon je bij Battle.net niet ook met Ideal betalen? Ja, Battle.net kan ook. Dus waarom kan een Nintendo dat dan niet? Fucking Nintendo. Fucking. Dus eigenlijk moet ik gewoon naar zo'n winkeltje toe en zo'n slot. Dat kan dan overigens weer wel. Je kan wel gewoon naar een random fucking winkel toe gaan. En dan, oh, ik heb hier zo'n kaartje met een code voor een jaar. Dat kan wel. Het is een rare gebeurtenis allemaal. Wake up! Okay. Ik krijg gewoon hoofdpijn van. Oké. Rustig. Gaan we naar Fallout. Fallout 76, dames en heren. Gaan we erheen? Hebben we daar tijd voor, jongen? Er is een beta-datum bekend. Ja, er zou een beta voor komen voor de aankomende Fallout-game. Dat wordt een multiplayer-focused Fallout. Die gaat heten Fallout 76. Komt op 14 november komt de game uit. Dan kan iedereen het spelen. Maar op 23 oktober begint er een beta-periode voor de Xbox One. En op 30 oktober voor de PC en de PlayStation 4 erbij. Dus maar waarom zo ver uit elkaar? Zo ver uit elkaar, dus maar 2 weken. Oh, je bedoelt voor steeds. Xbox en de rest? Ja. Exclusivity money. Ja, maar... Why? Money. Ja, maar dat is toch niet leuk. Nee, we hadden het net over de crossplay dream. Die wordt ons nu gewoon ontnomen. Nou ja, Fallout 76 gaat sowieso geen crossplay bevatten, maar... Nee, maar de dream. De dream. Nou goed, 30 oktober begint voor iedereen die fucking beta, oké? Okay? Oké. Maar ik vind het wel een hele late beta. 2 weken voor release. Oh ja, we doen nog een beta. Ja, dan is het niet eens een beta. Dat is gewoon een demo. Ja, is het ook. Iedereen die trouwens de game pre-ordert, krijgt zo'n code al. Dus ik verwacht straks een codetje. Want ik heb de €250 kostende Power Armor editie gepre-orderd. Oh ja, dan hoop je wel dat je natuurlijk eerder erin mag. Ja. Microsoft komt met een XO18 evenement. Dat is een soort, hoe moet ik het zeggen, een beurs voor Xbox fans. Het is volgens mij onderdeel van Xbox Fan Fest. In New Mexico gaat het gehouden worden op 10 november. En daar gaan ze mogelijk weer nieuwe dingen aankondigen. Je moet het eigenlijk zien als een soort van gathering van... Hey, leuk, wat tof dat we hier met z'n allen zijn en laten we even wat coole shit aan je zien. PlayStation deed dit ook een paar jaar achter elkaar. Dat heette toen PlayStation Experience. Deden ze ook richting het einde van het jaar. En PlayStation heeft aangegeven niet zo'n dergelijk event te houden dit jaar. Wat ik jammer vind, overigens. Het is ook jammer. Ja. Ja, wat kunnen we verwachten op die XO18 is dan natuurlijk de grote vraag. Ik mag hopen iets van Battletoads of van Crackdown of van Halo. Halo. Allemaal games die we wel weten wat het doet en wat het is, et cetera. Maar wanneer komt Jim, het uit? Heb jij een Xbox? Nee, maar ik heb wel Windows 10 en je weet dat al die exclusieve games... Oh ja, tegenwoordig kan je die allemaal... Oh! Maar wat ik daar heel graag aan vind is dat weer alleen maar via Store. Ja, oké, maar dat is natuurlijk ook weer concurrentiebeding. Dat snap ik dan nog wel. Waar het niet dat die Windows Store kut is, dames en heren. Ik heb Forza Horizon 2. Heb ik. Op PC. Het kostte mij serieus 1,5 dag om die bullshit te installeren. Omdat de Windows Store continu denkt dat die installatie niet goed is gegaan. En gewoon niet. En gewoon geen download meer kan resumen wanneer je op pauze hebt gedrukt. Oh, doe je resume? Oh, ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik ben de Windows Store. Wij zijn Microsoft. Ah. Sorry, ik word een beetje gek. Laatste nieuwtje van de dag. Netflix komt mogelijk met een Diablo-serie. Oh. Diablo, bekend van Blizzard Entertainment. Een van mijn favoriete game franchises aller tijden, sterker nog. Diablo 2 is de beste game ooit gemaakt. Punt. Fantastisch verhaal. Volgens mij heb ik hier ook nog... Heb ik die hier in mijn bureau liggen, ook dat boek? Ik heb volgens mij 2 Diablo 3 boeken. Nee, niet op mijn bureau liggen. Echt op mijn nachtkastje. Mijn bijna. Maar ik vind Diablo 2 nog de huidige PC-versie die je dus op Windows 10 zou kan spelen. Die je Blizzard toen kon kopen. Oh ja, ja. Die moet ik echt nog een keer gaan verder spelen. Gaan wij Diablo 2 spelen, ja?
Maar als jij hem hebt, why not? Nou, ik ben helemaal in. Maar er komt dus een serie, mogelijk. Een schrijver zou dat al gelekt hebben via zijn LinkedIn en dat soort dingen. Ik denk dat we op BlizzCon hiervan iets gaan horen. Eén ding wat me wel heel veel zorgen baart. Het zou een animatieserie worden. Ja, getekend of CGI? Ja, geen idee. Maar ook CGI zou nogal cool zijn. Echt, nou, echt, nou, maar echt. Ik moet zeggen, die Castlevania getekende anime-serie was ook op zich wel heel vet. Die was heel erg vet, maar wat ik daar cool aan vond, is dat dat aansloot bij de artstijl van bepaalde games binnen Castlevania. Oké. Okay. Dus dat vond ik tof, maar als ze zo'n stijl gaan aanhouden met Diablo... Nee, man. Nee, Diablo is gruwelijk, Diablo is somber, Diablo is gewelddadig. Toegegeven, de Castlevania-anime op Netflix is fucking gewelddadig. Ja. Dat is niet voor kiddies. Maar ik ben gewoon bang, weet je wel. Diablo 3 heeft dingen zo voor Warcraft, om het maar heel raar te zeggen. Zoveel, oh, we hebben, zeg maar, heel veel vrolijke kleurtjes en dat soort dingen. En het is, sommige mensen overdrijven erin, maar het is wel veel kleurrijker geworden. En nou zeg ik niet dat kleur per definitie een slecht ding is. Maar die sfeer van de eerste twee Diablo games was gewoon zo desperate, zeg maar. En dat is gewoon helemaal uit in Diablo 3. Dus ik hoop niet dat ze dat gaan aanhouden met een animatieserie. Dat zou ik althans heel kut vinden. We gaan het merken. Ik ben benieuwd. Ik verwacht dus een aankondiging op BlizzCon die in november, geloof ik, gaat plaatsvinden. En een Diablo 2 remaster, AUB. Ja, oh, dat zou helemaal vet zijn. En Diablo 4 of zo, dat zou ook al cool. Daar heb ik al een 2 tientjes voor over. Voor Diablo 2 remaster. Ik heb er 3 tientjes voor. Ik heb er... Jim, 2 tientjes. Nee. Geef me dan Collector's Edition. Geef me dan Collector's Edition. Ja, met een gekke Diablo figurine. Fuck dat trouwens, godverdomme. Ik had een Diablo figurine besteld en betaald. En een week later krijg ik ineens... Oh ja, het product was toch niet meer beschikbaar. Je hebt je geld terug. Waar was dat? Op de Blizzard Gear Store. Oh, dat is gaar. Ja. Ja, echt kut. You wanna have this? No, you cannot. Ja. You cannot have this. Daar baalde ik echt heel erg van. We gaan naar de mailbox. podcast@gaminggeeks.nl is het e-mailadres waar jij de hele week terecht kan om jouw vragen te stellen over videogames of iets wat daarmee te maken heeft aan ons. Dus als je vragen hebt, mail ze dus. podcast@gaminggeeks.nl. Of je nu op de stream live aan het meekijken bent. Of je kijkt de video achteraf. Of je luistert. Whatever. podcast@gaminggeeks.nl. Daar komen al vraagjes binnen. Jeetje mina. Allereerst, Jarne. Beste Jim. Nee, Jeroen. Wat denk je dat er gebeurd is met de aangekondigde Harry Potter PlayStation 4 game? Was die er dan? Was daar een aankondiging van? Nee. Heb ik die niet gezien? Nee, ik heb nog gegoogeld. Ik heb nergens iets over een Harry Potter PS4 game kunnen zien. Behalve Lego Harry Potter. Maar... Maar ja, daar gaat het mis. Dus. Is die niet al? Die is er al. Nee, er is niet iets van een Harry Potter project aangekondigd of zo. Ik weet niet waar je dat vandaan haalt, maar welke website dat ook is. Blokkeer het... Haal het weg. Get out. Want ze liegen. Misschien was het een rumor of een wishlist. Dat kan ook. Maar dat betekent... Ja, want het is geen aankondiging. Ik heb er niks van gehoord. Nee. Zouden ze wel moeten doen overigens. Ik weet niet waarom er niet een fucking big-ass Harry Potter game is gemaakt. Dat zou fucking lauw zijn, jongens. Door Hogwarts heen lopen. Maar gewoon eentje waar je, laat me zeggen, door de verhalen van 1 tot... Het laatste deel, ja. Laat me zeggen, van de originele filmreeks en boekenreeks... Dat je dat in 1 game hebt, dat zou zo lauw zijn. Of gewoon dat je part neemt in de war van Voldemort, zeg maar. Bijvoorbeeld. In die oorlog, dus een prequel op Harry Potter. Vlak daarvoor, zeg maar. Dat zou fucking lauw zijn. Maar goed, dat is mijn ding. En misschien Dino Crisis op de PlayStation Classic, punt. Dino Crisis zou wel goeie zijn op de PlayStation Classic, ja. Dino Crisis was toch een beetje hetzelfde als Time Crisis, met zo'n light gun? Nee, Dino Crisis was Resident Evil met dino's. Oh, ja. I remember. Maar ik denk dat ze eerder dan Resident Evil 1 op de PlayStation Classic willen droppen dan Dino Crisis. Maar het zou geen slechte aanwinst zijn, denk ik. Of ik denk dat het inderdaad wel cool is, Dino Crisis. Of de game nog goed is, dat is de vraag. Hoi, GamerGeeks Gentlemen. Oh, wow. Wacht, ik zie al van wie deze vraag is, dames en heren. Daar moet even een muziekje voor... Hallo. Het is onze enige echte Helly, Jeroen Helmond. Helmond deed zijn avontuur, hè? Jazeker. Hoi, GamerGeeks Gentleman. Ik word altijd wakker. Ik word met DT, dat is niet goed.
Ja, sorry, ik ga nu echt de grammar-nazi kant op, maar dat maakt niet uit. Ik word altijd wakker met een vraagje in mijn hoofd. En na het succes van Spider-Man, van welke superhero zouden jullie een mega vette game willen zien? Antwoord op de vraag. Iron Man. En mijn dag kan nu weer sterk. Jij zegt Iron Man. Ik wil een lauwe Iron Man game. Ik heb laatst toen de tijd... Toen die Iron Man game voor de PlayStation 3 was of zo. Ja, die had je. Ja, van 1 en 2 werden volgens mij... Maar die waren gewoon whack. Die waren echt whack. Ja. En er moet gewoon een goede Iron Man... Gewoon echt een fucking lauwe Iron Man game komen. Ja, want daar kan je echt zoveel mee. Ik ga misschien je wens, in vervulling laten gaan. Soort van. Er komt een Avengers game, hè, gemaakt door de makers van Tomb Raider. En iets zegt me dat Iron Man daar wel al een rol in gaat spelen. Maar wat voor game wordt dat dan? Ja, dat weten we nog niet. We weten alleen dat er een Avengers project in ontwikkeling is. En wanneer we die gaan zien, geen idee. Maar ja, dat die er komt, dat weten we zeker. Oké. Dus... Als je het aan mij vraagt welke fucking game er moet komen van een fucking superhero, dan is er eigenlijk maar fucking eentje. En het is eentje die ook al heel lang rumored wordt. Rocksteady, de studio achter de Batman shit. Misschien ken je die wel. Die Batman Arkham Knight, Arkham Asylum en Arkham City. 3 fucking goede games. De studio die dat gemaakt heeft, is echt al... Nou, hoe lang? Ik denk al... 3 jaar stil, minstens. Arkham Knight kwam uit in fucking 2015. Dus ze zijn bezig met iets nieuws. Warner Bros. Ja, ik hoor het al. Rocksteady. Is maar 1 fucking game die gemaakt moet worden, dames en heren. En die game moet fucking komen. En als die niet komt, ga ik janken. Ik denk dat mensen er nu op in. Ja, ik denk het ook wel. Fucking Superman! We maken een fucking Superman game. Die guy die zijn onderbroek buiten zijn broek draagt. Hou je bek dicht, niet uit. Heb je Man of Steel gezien? Ja, tuurlijk. Ik zit je maar te trollen. Klootzak. Nee, Superman. Als Superman. Waarom is er nog geen goede Superman game gemaakt? Maak een fucking goede Superman game. Ik wil het. Terwijl het lettertje op zijn borst staat voor hope. Dus eigenlijk is het hope, man. Maar hij is Superman. Nee, ik zou dat als Rocksteady met een goede Superman game komt, jongen. Oh my god. Het was eigenlijk al iets waar ik op aan het hypen was voor deze E3 van. Het moet gebeuren. Het is 3 jaar sinds Arkham Knight. Ze moeten het nu al gaan aankondigen. Fucking Superman bij... Ja, ik dacht dus niet dat het bij PlayStation zou gebeuren. Want ze hebben Spider-Man. Zou heel raar zijn. Dus ik dacht al bij Microsoft, jongen, ineens zo'n S in beeld. En dan hoor je die fucking tunist van oh my god. Maar nog niet gebeurd. Maar volgend jaar moet het toch wel echt gaan gebeuren. Ik hoop niet dat ze dan ineens met een Suicide Squad game gaan komen of zo. Dan ga ik maar ja, dat soort geintjes zeg ik ook tegen Final Fantasy. Dit jaar gaat het gebeuren en elke keer krijg ik niks. Dus ik denk dat jij ook gewoon niks gaat krijgen. Final Fantasy 7, 9, 10 en 11 komen naar fucking Xbox en Switch. Wat lul. Ja, ik wil die remake. Oh, Final Fantasy 7. Oh ja, remake. Ja. De game die nooit gaat komen. Ja, gewoon aankondigen en dan 4 jaar niks. Gewoon fuck off. Dat is wel kut trouwens, want... Alles wat jij wilt, komt van Square vandaan. Een Avengers game met Iron Man. Een fucking Final Fantasy 7 remake. Ja, Square is gewoon tyfus traag. Erik Wijntjes. Hoi geeks, gaan jullie naar First Look Festival? En gisteren is de floorplan bekendgemaakt, maar Ubisoft staat er niet op. Weten jullie waarom? Erik. Wij gaan naar First Look. Zeker. Ik wilde echt iets heel gemeens zeggen over waarom Ubisoft er niet op staat. Oh nee, nou, daar komt ie hoor. ze hebben hun podium weggegooid en ook de plannen ervan, dus ze kunnen hem niet meer nabouwen. Dus ja, dan maar niet. Ja, Ubisoft staat echt al jaren op First Look met hetzelfde podium. Wat overigens altijd werkte. Maar vorig jaar niet, geloof ik. Vorig jaar hadden ze gewoon een big-ass Assassin's Creed stand. En South Park. Oh. Geloof ik. Ja, wij gaan naar First Look. Wij gaan op zaterdag 6 oktober. Dan zijn wij aanwezig met z'n allen. Dus dat wordt een dolle boel. Ik verheug me er ook op. Ik vind het altijd gezellig, First Look. Ondanks dat we af en toe kritiek hebben gehad op het evenement. Ik vond vorig jaar echt oprecht heel tof. Dus ook dit jaar weer heel veel zin in. En Ubisoft staat er nu op. Ik heb inderdaad nu even de page heb ik even tevoorschijn gehaald. De First Look
line-up page. Alle games die speelbaar zijn. Dit zijn alle games die er zijn. Zet je schrap. Ik zit. Of nou ja, ik weet niet of ze speelbaar zijn. Dit zijn alle games die aanwezig zijn, laat ik het zo zeggen. Fortnite Battle Royale, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party, Pokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Let's Go Eevee, Super Smash Bros. Ultimate, CSGO, Kingdom Hearts 3, Metro Exodus, ik weet niet wat dit is, Rocket League, Quake Champions, Overwatch, Forza Horizon 4, FIFA 18, oké, okay. Hitman 2, League of Legends, Marvel, Spider-Man, Blood and Truth, Mortal Kombat XL, Trackmania Turbo, Dota 2, Tied Together, Project Cars 2, Tekken 7, Rainbow Six Siege, Astrobot, Space Pirate Trainer, Tetris, The Tetris Effect geloof ik, is dit? Doorzichtig logo, kan niet goed zien. Doom VFR, V-Rally 4 en We Were Here Together. Er zitten toch wel weer heel veel games tussen die echt al heel lang uit zijn. Tetris Effect, trouwens, is het. Ja, confirmed. Ja, je moet natuurlijk rekening houden met dat hier ook competities gedaan worden. En dat er dingetjes, ja, dat is waar. Weet je al. Dus ja. Daar heb je dus Splatoon 2. Ik vind het raar dat FIFA 18 ertussen staat. Dat ik denk, FIFA 19 is toch dan al lang uit. Of die is nu uit. Dus dat vind ik raar. Overwatch is natuurlijk een e-sports dingetje. Inderdaad, Ubisoft staat er niet tussen. Dat is voor het eerst sinds forever. Ik kan me bijna geen first look herinneren zonder Ubisoft. Nee, het is inderdaad een beetje vreemd. En ik weet ook niet waar het aan ligt. Ik weet eerlijk gezegd niet waar het aan kan liggen. Kijk, dat Assassin's Creed er niet staat is misschien wel logisch, omdat die game dan net uitkomt. Ik bedoel, aankomende week komt hij uit. Holy fuck, zin in. Maar ja, de rest is inderdaad opvallend. En ja, het is geen Gamescom, hè. En je moet je voorstellen dat de budgetten van... Wij zijn echt maar een klein kutkikkerlandje. Daarom ben ik ook heel benieuwd wat er van die Rotterdam Games Week gaat komen. Want hoe groot gaat dat worden? Maar ja, weet je, er zijn een paar games... Daar wil je sowieso naartoe voor die beurs. Ik bedoel, ik denk dat nummer 1 is Super Smash. Nintendo killing it hier. Sowieso. Met Pokémon en Super Smash. Kingdom Hearts 3, dat die er is te gek. Metro Exodus is te gek. Die moet je spelen. En voor de rest moet je er vooral naartoe voor de fun. En om wat shopjes te hunten en dat soort dingen. Dus dat. Je moet nooit naar echte exclusieve shit zoeken op een Nederlandse beurs. Tenzij die een paar, beurs... maar niet te veel. Ja. Precies. Dus dat. Dus waarom ze er niet staan, ik weet het niet. Kan te maken hebben met budget. Kan te maken hebben met andere marketing doeleinden. Ik weet het niet. Dus. Dat. Dat. Gaan we naar de volgende vraag van Jens. Wat vinden jullie van de nieuwe Oculus Quest announcement? $399 fair price, vraagteken. Nou, dit moeten we even voor gaan googlen. De Oculus Quest is dus een nieuwe standalone Oculus Rift virtual reality headset. Ja, maar die heeft dan geen computer nodig. Dat was toch zoiets? Nee, klopt. Ja, dan weet ik al niet zo goed wat ik ervan vind. Het is gewoon een standalone draadloos ding met een controller erbij. Die kan je hem ook aansluiten op je computer? Ik denk het niet. Nee. Dan weet ik niet of ik het boeiend vind. Want dan krijg je allemaal soort van die korte cut games waar je gewoon niks van hebt. Overigens weet ik dit allemaal niet. Ik zit gewoon heel erg goed te kijken of er hier iets in staat in dit artikel. Ik zie er te weinig informatie over. Ik denk van ja. Ja, de hoge refresh rate, hoge resolutie, bla bla bla. Is compatible on PC? No PC required. Ja, dat snap ik. Wat best wel dope is eigenlijk. Nou, het is dope. Alleen het lijkt me toch wel vet als je hem ook kan gebruiken met games op PC. Als een Rift zijnde. Released earlier this year. Quest is not an Oculus Rift replacement. Dus het is gewoon een ander apparaat. Gewoon een ander doeleinde. Ja, het is een ander apparaat. Het is gewoon een ja, een standalone Oculus Rift. En nou, dan hoeft het voor mij niet.
In die zin is het tof. Ik heb die Oculus, die voorganger hiervoor, de Oculus Go, heb ik inderdaad even op mijn kop gehad. En dat is eigenlijk best wel cool, dat je gewoon een headsetje hebt die je gewoon overal mee naartoe kan nemen en alles zit in die headset. Dus je hebt dan niks meer nodig verder. Dat ja, is vet. Precies. Ja, het is wel cool, maar ja, wat ik... is games in VR die op de PC zijn, dat je gewoon goede kwaliteit uit te gebruiken. Nou, games. Zullen, ja, ik denk dat die Oculus Store die je hebt, die zal daar natuurlijk op draaien. Ja, dan heb je games. Ah, oké. Okay. De vraag is natuurlijk hoeveel toffe games er dan op die Oculus Store staan. Zonder dat jij een computer nodig hebt. Ja, precies. Ik zag net al in een artikel dat Superhot VR er speelbaar op is, dus dat is wel cool. Dat is wel vet, ja. Maar wil je natuurlijk de allermooiste, allerbeste ervaring, dan zit je alsnog aan een PC gekoppeld. Ja, dan moet je gewoon een Vive of een Oculus Rift hebben. Ja. Ik denk dat ze meer richting die €200 hadden moeten gaan. Natuurlijk, het is beter en mooier en bla. Maar dat klinkt als iets veel meer acceptabeler dan €400. Ja, waar mensen in durven te duiken, laat maar zeggen. Van nou, hé, laten we dat eens een keer gaan proberen. Ja. Nog steeds veel geld, maar stil. Zeker. Oké, laatste mailtje van Rick. Die vraagt, hallo. Voor welke aankomende Switch game zijn jullie het meest hyped? Smash! Sowieso Smash! Give me the game! Ja. Super Smash Brothers. Dat... Super Smash Ultimate, dan. Ultimate. Meer dan dat heb ik er ook niet aan toe te voegen. Dat is gewoon echt de game waar ik... Ik heb die Unlimited Edition al gepreorderd. Ik zit gewoon te wachten. Ja, ik ook. Ik wil gewoon nu dat het 7 december wordt en dat we dan lekker gewoon... knokken. Ik ben zo erg dat ik soms even van die muziek luister. Die website steeds gepost wordt. Ja. Gewoon even om in de sfeer te komen. Ja. Ja. Ik ben benieuwd. Oké, laatste mailtje dan. Wat denken jullie? Gaat Mario Party op de Switch een top of flop worden? Mario Party op de Switch? Het ligt eraan wat je beschouwt als een flop. Denk ik. Ik denk dat er situaties zijn waar die game geniaal zou spelen. Ik denk echt dat het een heel leuk spelletje wordt. Alleen, voor mij bijvoorbeeld, ik game heel vaak in mijn eentje, hashtag Forever Alone. Maar het is niet dat ik denk, nou, hè? €60, let's go. Nee. Het zijn ook niet games die ik in mijn verleden heel veel gespeeld heb. Nee. Er waren wel eens momenten dat je zo'n game oppakte, maar als ik ergens kom en mensen willen Smash, dan zou ik toch zeggen Smash in plaats van Party. Ja. Party is wat meer voor de casual gelegenheid, denk ik. Ja. Wat ook nog steeds heel leuk kan zijn, daar niet van, maar ja, voor mij gewoon iets minder. Waar het niet dat ik heb deze game meerdere malen gezien. Het is wel heel cool wat het allemaal kan en de regels en dat je nu veel meer moet opletten op welk character je kiest, want die hebben specifieke dobbelstenen. Dus dat is allemaal wel cool. Ik denk wel dat dit een hele goede Mario Party wordt, maar of het dan ineens top of flop is, dat vind ik lastig om te zeggen. Laat ik het zo doen. Oké, we gaan heel kort kijken naar de releases voordat we deze show gaan afronden. En het wordt een drukke week hoor mensen. Oh ja, trouwens, als je ook je vragen in de show wil hebben, podcast@gaminggeeks.nl. Forza Horizon 4 komt deze week uit voor de Xbox One en Windows 10. 2 oktober is dat. Fist of the North Star Lost Paradise voor de PlayStation 4 op 2 oktober. The Blue Bomber Returns in Mega Man 11 komt uit voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Die lijkt me wel leuk, Mega Man. Ja, hij ziet er tof uit. 2 oktober ja. Komt hij ook uit. Wel misschien in een iets te drukke periode dat hij uitkomt. En ik ben dan weer zo'n motherfucker die zoiets heeft van kut. Eigenlijk moet ik een keertje een andere Mega Man uitspelen. Dus. Blasphemy dit trouwens. Op 5 oktober, maar volgens mij al speelbaar op 2 oktober als je een special edition hebt gepreorderd. Hahaha. Assassin's Creed Odyssey voor de PlayStation 4, Xbox One en de PC. Fucking veel zin in deze game. Want ik ben heel benieuwd hoe die gaat worden. Ik ga hem zelf niet spelen. Origins vorig jaar was fucking dope. Origins vorig jaar was fucking dope. Ja, was die lauw? Ja. Ja. Ik heb al vanaf, laten we zeggen, de Pirate versie heb ik ze niet meer gespeeld. En ik heb hem op Gamescom gespeeld, Odyssey. Yes, fucking lauw. En we hadden het net al over. Op 5 oktober, ook op de Nintendo Switch, Super Mario Party. Dat zijn de releases van, althans de grote releases van deze week. En dat zijn er best wel een hele hoop. Winter is coming. Winter is here. Aankomende week op Gamer Geeks. Oh, jongens. Allereerst wil ik nog even benadrukken dat een review over Star Wars Battlefront 2, hoe die nu is,
staat op onze website. Guestgeek Jesper is daarmee bezig geweest. En die moet je sowieso gaan kijken. Ik ben bezig met video reviews over Dead Cells en Shadow of the Tomb Raider. En er komt iets terug. Volgende week. I'll be back. Ik ga niet zeggen wat het is, maar er komt iets terug, dames en heren. Dus hou maar 9 mm met laser, ja. Ja. En zoals ook al eerder vermeld, wij staan zaterdag 6 oktober op First Look. Of dan staan, dat klinkt alsof we een stand hebben. Dat is niet waar. We zijn op First Look aanwezig. We zijn aanwezig. Ik neem een podcastmicrofoontje ook mee. Dus daar gaan we de volgende Gamer Geeks podcast opnemen. Dus zorg ervoor dat je je vragen voor die tijd hebt gesteld. Want kan ik die uitprinten en mee op de beursroom meenemen en daar heel awkward staan. Hé jongens, ik heb hier een vraag van. En dan gewoon... Waarom is Ubisoft er niet? Ja. Nou, als ik iemand van Ubisoft daar tegenkom, is het nog leuker. Hey, hallo, waarom zijn jullie er niet? Zal leuk zijn. Jij wel, laat maar zeggen. Ja. Dus zoek ons vooral op zaterdag 6 oktober. Tenzij we heel druk aan het draaien zijn en dat je merkt dat we in focus mode zitten. Laat ons dan vooral met rust. Maar zie je mij met een microfoontje en een opnameapparaatje een beetje tegen mezelf praten. Of tegen de andere geeks. Dan kan het zomaar kloppen. Goed. Tot zover deze editie van de Gaming Geeks podcast. De 52e aflevering was het al. Onthoud, deze podcast is te beluisteren op alle grote podcast services. Zoals iTunes of Apple Podcasts heet het tegenwoordig. Spotify zijn we op te beluisteren. Google Podcasts, noem het maar op. We zijn er op te luisteren. En er is een videoversie beschikbaar op youtube.com/GamingGeeksNL. Help ons door daarop te abonneren en achteraf op dat belletje te klikken. Zodat je op de hoogte wordt gehouden van de nieuwe video's die wij lanceren. En alles is er natuurlijk te vinden op GamerGeeks.nl. Jeroen. Ja. Bedankt dat je er weer bij was deze week. Ja, was gezellig. Dit was de 52e aflevering van de GamerGeeks podcast. Bedankt voor het kijken en wel luisteren. En zoals altijd, tot... de volgende keer. Hoi!